Prie, welkom. Bang! Ik wil deze fan hypen, dankjewel. Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Games Real. En in deze video gaan we twee gun game potjes spelen. De eerste map is op de map, even grounded. En we spelen met dubbele handgunnetjes. Ik weet even de naam niet meer. Oh, het staat rechts. EMC, sorry, jezus. En gun game is natuurlijk dat je na elke kill een ander wapen krijgt. En als je genaaid wordt, moet je een wapentje weer terug. En zo moet je proberen dit potje te winnen. Zo simpel is het gewoon. En ja, je begint natuurlijk met handgunnetjes. En dan komen shotguns en assault rifles allemaal tussendoor. En ik moet even een kill, dankjewel. Oh, Jeffrey is mijn 6 joint. Nou, hallo Jeffrey, welkom. Bang! Ik wil deze vernijven, dankjewel. Ik speel trouwens tegen de HEMA clan. Er zit een 4-man party in. Wat ze natuurlijk nieuw hebben toegevoegd in gun game is dat je met een party kan van 8 man ongeveer gun game doen. Dus dat is best wel vet op zich. Dus als jullie een keer willen zien dat ik gewoon met een party met vrienden gewoon een keer gun game ga opnemen, dat kan natuurlijk. Want ja, dat is gewoon fucking vet natuurlijk. Dus wil je dat zien, laat het even achter in de comments en dan zou ik dat echt wel een keer gaan doen. Oh, de R3K is zo... Deze vent is lekker slim. Dat is zo'n kutwaap. Oh nee, ik kan niet snijden. Ik ben niet genaaid. Oh, gelukkig. Oké, ik sta niet eerst. Ik sta 2 kills achter op dit moment. Oké, ik zag er niemand. Hardcore. Bang. Ik kan niet snijden. Gewoon, ik kan dat echt niet op deze game. Ik vind het best lastig. Ik vind de snipers ook niet bepaald chill. Behalve de intervention. Die vind ik er nog best wel chill uitzien. Oh, we hebben de fallout, jongens. Oké, trek Jeffrey. Ik ga op zich nog wel lekker. Wat is dit nou weer dan? Oh, what the fuck? Wat is dit voor wapen? What the fuck? Ik zit trouwens wel bijna eerste, gozer. Sorry dat mijn stem altijd zo hoog gaat als ik iets raars doe of zo, maar... Hoe moet ik iemand hiermee gaan killen, man? Even serieus. Ik kan dit niet... Wat is dit trouwens? Is het een noob tube of een launcher of een plasma gun? Geen idee. Bang! Oh, ik heb een kill. Oh, nice, thanks. Bang! Wat? Zit mij nou niet te fucken, maat. Pang! Haha, shotgun bitch. Ja, oh kut. Maar what the fuck was dat voor wat is dit nou weer? Oh, is trouwens in gun game vinden ze het heel leuk om allemaal vage scopes op je wapens te zetten. Dus daar moet je wel voor oppassen. Zo, mijn stem vloog even. Ik ga even de Akimo variant. Dat bedoel ik. Op dit soort afstandjes is dat chill. Dit is een shotgun. Dat wist ik. Dit is een assault rifle. Te raken. Een handpistooltje. Dit is de... Candle 44 natuurlijk van Effective. Beam. Oké, we zijn bij het laatste wapen. Nu moet een Comet X raken. Hoppa. Eerste potje. Boom. Zo heb je de HEMA clan gerekt. Hier, HEMA. Hier zit ook een HEMA in. Bam. Dit was echt een lekker potje, though. Op het laatste ging opeens echt fucking snel. Hier, mooie turn met die Comet X. Maar we gaan natuurlijk 2 potjes doen. Dus op naar game nummer... Yo, mensen, zijn bij game nummer 2 aangekomen. En deze keer is het op de map Precinct. En dat is best een chille map voor Gun Game. Ik vind het op zich wat chill. Het is een lekker klein mappie. Trouwens, de HEMA clan is helaas wel geliefd. Omdat we natuurlijk, ja, weet niet waarom ze liefd is. Misschien iets anders doen. Maar wij gaan nu tegen andere mensen spelen. En... Jezus, Dylan, what the fuck, jongen. Wat waren dat voor kogels dan? Gaat die vent hier komen? Is hij echt dom? Laat me jou killen dan, jongen, aardbei. Oh, ik had bijna geen... ammo meer. Oké, dat ging bijna fout. Lekker begin trouwens dit weer. Jongen, jongen. We hebben trouwens een shotgun. Dit is een automatische shot... Oh, dit is... Oké. Ik dacht dat je moest inhouden, maar je moet dus spammend klikken. Zeg maar tappend. Tappend. Lekker woordje weer. Kijk zo, beam. Nou, nee! Oh, hier staan met z'n fucking 3 naast elkaar, man. Lekker handig. Dit is trouwens een chill wapen, jongens. De RPR Evo. Die heeft een assault rifle en een submachine gun. Oh, hier moet ik een assault rifle stand op hebben. Assault rifle en submachine gun stand erop. Dus dat is fucking chill. Ik heb jou gekillsteeld, denk ik. Weet je niet zeker. Oh, dat was lekker kill. Goh, het voelt altijd zo... Get wrecked, jongens. Zijn deze... We zijn... Oh, nee! UMP. Oh, of de MacTef. Die is een beetje een rare recoil. Zeker op lange afstandjes. Oh, dat was wel lekker. Oh, dit is de volk, de AK. Die achter ons, denk. Ja. Oh. Kut, ik vind die iron sight een beetje klein of zo. Ik vind dat niet echt een chille scope. Dus daar zet ik ook altijd een elo of een red dot op. Er komt hier toch één? Of ben ik nou gek? Hallo? Hallo? Oké, zit die dame. Dit ga ik die wel killen, dank je. Wat is dit? Nee, we hebben niet weer die plasma. Oh my god.
Ik had voor de opnames had ik even een inkompotje gedaan. En dan, dit is zo'n gay. Oh nee, dat was het vorige potje. Ik ben het nu alweer vergeten. En dit is zo'n... Zo, dit rijdt trouwens. Dit is zo'n scheid lelijke kutgun. Maar we zijn er langs, dus niks meer om te zeuren, jongens. Waar is deze vent in dan? Huh? Bang! Als die vent mij had, jongen, dan was ik echt... Dan had ik mijn controller zojuist net door dat raampje gegooid van mijn kamer. Hoppa. Was dit een shotgun? Oké. Moet even... Nee. Donder! Bang! Dat is een chillen shotgun trouwens. Hier. Wat zitten jullie... what the fucking... Ik raak twee beurzen op hem en hij wil niet neer. Oh, ja. Ik kreeg een assist, maar... Het is niet eens mijn teammate. What the fuck? Oké, dit is een chill wapentje. Die heb je in twee kogels iemand dood. Dat bedoel ik, twee kogels. En deze vent... Oh, ga niet... Oh. Oké, troon even. Ping. What the fuck? Je hebt geen troonhuis meer. Scheppertje. Nee. Ik heb hem genijfd. Huh? Maar ik zag één gekke explosie. Oh, stop. Laat maar. Ik ben zo slecht in die dingen. In die kutknives. Hop. Ja, ik heb hem. Oh, wat een gekut. Ik sta... Wat een gekut had ik, jongen. Kijk, ik knife mensen. Ik gooi die dingen zo scheef, jongen. Deze vent voelt zich genaaid. Pats. In zijn armpie. In zijn schouder. Oh, holy shit. Gewoon twee potjes achter elkaar. Gewoon gewonnen. Holy fuck. Maar jongens, dit is natuurlijk de video. Hopelijk vonden jullie de video leuk. Vergeet het dan niet zeker te belonen met de duim omhoog. Zou ik super tof vinden. Abonneer op mijn kanaal. Wil je nou meer Gun Games zien? Laat het even achter hier beneden. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later. Peace.